meneer Diergaarden? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou zeg, dan gaan u spreken met voor elkaar. Dat dacht ik al. Ja, dat is even een tijd geleden, hè? Nou zeg. Dat is de grote evenstichter even met meneer Diergaarden te praten. Je moet even snel ophangen. Wat is er dan? Ik moet even met de tros bellen dat we gaan beginnen. Met de tros bellen dat we gaan... Ik zit met meneer Diergaarden te bellen. Maar excuus, meneer Diergaarden. Ja, nou snap ik. Natuurlijk heb ik hem al. Even stil, dames en heren. Meneer Diergaarden. Vraag eens hoe het met zijn hond is. Met zijn hond? Ja. De groot niet, is toch niet belangrijk hoe het met Diergaarden zijn hond is? Ik vraag, excuus meneer Diergaarden. Ik bel even om te zeggen dat wij weer klaar voor zijn nieuw seizoen dik voor elkaar staat voor de deur. Voor de vakantie had hij dat. De groot, ik zit even met meneer Diergaarden te praten. Ja. Wij zijn er klaar voor. We gaan op de knop drukken. Nou, heel leuk. Kort, de groot, druk op de knop. Daar gaat hij weer. Even zoeken, even. De groot, druk nou op die knop. Dat is drie maanden geleden. Wacht, drie maanden geleden. Je weet er ik heb hem, ik heb hem. Daar gaat hij. Lang geleden, hè? Een week, Dick. Nou, de groot. Ze hou nou eens op met die drie maanden geleden. Ja. Is dat lang geleden, mensen? Met vakantie geweest. Maar we zijn weer terug. Ja. We zijn weer back in the business. Ben jij ook met vakantie geweest, Dick? Ja, de groot. Laten we er niet uitgebreid gaan verhalen hoe de vakantie. Dan krijgen we de hele uitzending. Hoe was jouw vakantie? Hoe was mijn vakantie? Die van mij was wel goed, maar... De groot, niemand vraagt hoe je vakantie... Kan het niet laten zien. Dat is helemaal niet geïnteresseerd. Ik heb geen foto's. Je hebt geen foto's. Nou, wat jammer. Hij heeft geen foto's. Waarom heb je geen foto's? Iedereen maakt foto's met vakantie. Hij heeft geen foto's. Waarom heb jij geen foto's van de vakantie? Ik had een weggooikamera. Hij had een weggooikamera. Mensen, we gaan gauw beginnen, want anders krijg ik alweer natte plekken onder mijn oksel. Wat? Ik heb wel foto's genomen, maar... Ja, maar genomen en weggegooid. Ja. Klaar. Nou, we gaan gauw beginnen, mensen. Want ik werd trouwens behoorlijk moe op die camping. Moe op de camping? Ja, ik had een caravan zonder stoelen. Caravan zonder... Oh, een staakcaravan. We gaan gauw beginnen, mensen. Ik bijna schoot ik het door. Hoor je uit. Bijna geheffen. Maar ik had hem net op tijd, had ik hem bij de handrem. We gaan gauw beginnen, want we zitten nog... Maar ze blijven Beb en Toos. Dat begrijp ik nou niet. De uitzending is al dik begonnen en er is weer niemand op tijd. Het is al... Zal ik ze even bellen, Dick? Bel eens. Waar blijf je? Wat is het nummer? Bel Beb en Toos. Die hebben er weer geen erg in dat het natuurlijk vandaag alweer gestart is. Dat doet toch allemaal. Je moet iedereen optrommelen... Niemand is zelf eens even initiatief, even in een agenda kijken. Hij gaat over, Dick. Hij gaat over. Nou, hallo. Hallo, Beb. Hallo, Beb. U luistert naar het automatische telefoonbeantwoordingsapparaat. Beb en Toos. Antwoordapparaat. Dit gesprek kost 50 eurocent per minuut. 50 euro? Wilt u Beb? Druk een 1. Okay, wilt u Toos? Nee, hè. Druk een 2. Wat een flauw. Wilt u ons allebei? Dan kunt u beter even persoonlijk langskomen. Ik heb nu af met een hekje. Maar dat met een hekje? Hoezo? Wat voor hekje? Van een tuinhekje. Welk tuinhekje? Als u langskomt, dan u dan het hekje achter u dicht. Ja, maar Beb, ik zit met een telefoon. Ik kom helemaal niet langs. Ik wil gewoon even aan de telefoon. Ik wil een Toos. Geef Toos. Dan moet u een 2 drukken. Het hekje doet op de 2. Ik ben 1. Ja, u bent 1. Ik wil Toos. Oh ja, ik wil op de 2 drukken. Op de 2. Ja, ik druk op de 2. Hallo, Toos. Nee, met Beb. Ik druk op de 2. Ik heb maar... Ik ben 1. Ja. Moet u op de 1? Ik druk niet op de 1. Ik moet... Toos is 2. Druk je dat die... Wel, nee, ik druk toch gewoon met... Je hebt nogal dikke duimen. Dikke duimen. Ik heb helemaal... Ik druk duidelijk op de... Oké, ik druk weer op 2. Hallo, met Toos? Nee, met Beb. Hallo, hoe kan dat nou? Ik druk op de 2 en ik krijg geen Beb. Ik zag het. Is dat de hand, Beb? Dan zei ik een meneer voor elkaar aan de telefoon. Wat gebeurt er allemaal? Ik probeer jou te bereiken. Ja, dan moet u op de 2 drukken. Ja, zie u wel. U moet echt op de 2 drukken. Druk op de 2. Ik schrijf het nee. Ik druk nog eens een keertje op de 2. Oké, weer op die 2. Ik druk. Hallo, met Beb. Ik moet Beb. Ja, druk dan op die 2. Ik heb Toos de telefoontje in mijn thuis. Ja, lekker. Wat heb je allemaal, hè? Is jouw telefoon? Ja, nou moet het goed gaan. Als u nou op de 2 drukt, dan krijg ik weer op die 2. Hallo? Op de 2, ja. Ja, hallo? Hallo, met Toos. Eindelijk, Toos. Dit gesprek kost 50 eurocent per minuut. Ja,
zit al een kwartier aan de tijd. Een kwartier bezig om een van jullie twee aan de raam. Oh. Hallo? Wie heb ik? Met voor mekaar. Orgel, ja, hoe is het met u? Ja, daar gaat het niet om. We zitten te wachten hier in de studio. Yo, waarom zijn jullie nog niet hier? Hoezo te wachten? De uitzending, het is deze week de eerste uitzending is weer begonnen. Er is hier nog niemand. Waar blijven jullie nou? Nou, ik ga niet over de agenda. Dan moet ik ga niet over de agenda, maar... Web hebben. Web hebben? Ja, dan kan u beter even een 1 drukken. We gaan er weer, maar dan gedoe. Ik had er gewoon tegen jou ook zeggen. Kom nou hier naartoe, ja, maar klaar. Ik mag geen beslissingen nemen. Toos, ik had er gewoon tegen Web zeggen. Ze zit naast je. Kan je toch zeggen, ja, we moeten... Ja, de dik van Boccaccio is begonnen op te raden. Ja, echt waar? Ja. Oh, wat gezellig. Ik zet hem gelijk op. Ja, welke zender is het? Blikje, meneer Van Boccaccio. Welke zender is het? Je gaat er niet gezellig bij de radio zitten. We moeten hier met over de radio 3. De Radio 3. Ja. Radio 3. Hallo. Oh, ik zal even zoeken. Hallo. Hallo. Ben? Ben? Ga je niet vinden? Nou, ik krijg een team bij me. Alles. Ik draai wel even een jingle. Ja, ga maar. Gelijk, hè, maar dan ga je doen. Daar komt ie. Ik draai nou een jingle. Wat is er? Ja, we hebben een man. Ja, we hebben een toe komen. We zitten hier in de studio te wachten. Je gaat er niet uitgebreid naar de radio zitten luisteren thuis. Oh, ik heb bijna geen energie. Nee, we moeten er even in. Hoe was trouwens je vakantie, Bert? Waar we nou niet zo? Die was heel gezellig. Ja, ja. Over de radio. Ja, ik heb zelf ook leuk. Oh, mensen, waar we nou geen foto's. Nee, geen foto's. Nee, wel gemaakt. Ja, wel gemaakt. Nee, niet mislukt. Nee, had een weggooikamera. Kom dan. Die hadden wij ook. Ja, anders zijn die. Ja, het is ook weg. Kom op nou, meiden. Kom dan. Hallo. Gebeurt er? Ik kan even duren. Het is een eigen. Ja, het is zo. Ja, ze komen er nog makkelijk. Wat is nou het begin van het seizoen? Dus is eerst uitzending, we gaan gewoon lekker beginnen. Goedemorgen, meneer Zee. We zijn weer op gang, we zijn weer op nul. Zo is het. Een leuke vakantie gehad, denk ik. Ja, ik heb een hele leuke vakantie gehad. Ja, ik ben eens even een beetje van omgeving ben ik gaan veranderen. Ja, tuurlijk. Ik zit, als je te lang in één omgeving, moet je er even een tijdje uit. Natuurlijk, ik zit altijd in die kroeg hier op de hoek. En dat is natuurlijk ook niet de dag. Dan moet je moet even leegmaken. Natuurlijk, even leegmaken. Even naar een nieuwe omgeving. Zo is dat. Ben je weg geweest? Naar een andere kroeg. Heel gezellig. Je hebt niet lekker aan het water gezeten. Aan het water, jawel. Wel. Ik heb de hele vakantie met mijn poot in de spoelbak gezeten, mensen. Mensen, we gaan gauw beginnen, hè? Want dit gaat weer de verkeerde kant. Luister, we hebben een hele een hele goede middag. Terug van vakantie. Leuke vakantie gehad. Ja, vertel eens. Maar ik heb niet zo'n leuke vakantie gehad. Nee, er waren wat... ik heb zelfs nog een paar dagen in het ziekenhuis Ja, dat is heel vervelend. Wat is er gebeurd? Hoofd moest in het verband. Hoofd in het verband? Ja, ik heb er de hele tijd mee gelopen. Ja. Wat was er gebeurd? Nou ja, precies, maar weet ik niet. Maar ik zat op het strand. Ja. En ineens krijg ik een weggooicamera tegen mijn hoofd. Ja, weggooicamera. Wie doet dat, hè? Welke gek. Wat een gekke. We gaan gauw verder, want we hebben nog meer te doen, mensen. We zitten al dik in de tijd, hè. Tikje tok weer gelopen, hoor. Ja, tikje tok. Ik heb een geweldig idee, namelijk. Het leek mij zo leuk om met z'n allen een cd te gaan maken. Cd? Dik voor mekaar cd. Dik voor mekaar cd. Nou, met dik voor mekaar liedjes en de hoogtepunten van de radio. En een CD-ROM, dus een 3-dubbele CD. Dubbele CD-ROM. CD-ROM voor de computer. Oh, de computer CD-ROM. En die komt dan eind september.
Komt hij in de winkel? Ah, geweldig idee. Ja, natuurlijk. Ik heb liedjes. Ik heb liedjes hier. Ik heb hier een heel leuk liedje voor ome Joop. Ome Joop? Is dat een leuk lied voor u? Wat is er voor liedje? Trompetballade. Trompetballade, waar gaat het over? Dan staat hier, dit is de tekst die u moet zingen. Maar we zingen niet alleen. De joekeloerissen zijn er ook bij. De trompetballade van ome Joop. Heeft iedereen de tekst bij zich? Ja, dan moet er even geklopt worden. Er moet op de deur geklopt worden. Het begint met de joekel. Er wordt geklopt. Boom, 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 boom. Er wordt geklopt. Boom, boom, boom. Dat moet in de maat gaan. Wie kan u even, meneer de Groot? Dat kan ik wel. Als u dan gaat kloppen, dan op de maat. Ik geef een teken. We gaan op die deur kloppen. Waarom nou helemaal naar buiten? Ja, we gaan, hè. Oké, iedereen klaar? Mijn teken, heren. En kom maar. Er wordt geklopt. Nee, even gelijk, heren. Even. Meneer de Groot. Meneer de Groot. U moet, en er wordt geklopt. Boom, 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 boom. Dat moet aansluiten. U hoort dat? Ja, oké. Daar gaan we weer, jongens. Er wordt geklopt. Boom, boom. Daar gaat. 1, 2, 3. Er wordt geklopt. Meneer de Groot, je staat ongelijk te kloppen. Je moet op het teken van Henk moet jij... Mijn teken, ik kan niet zien. Ik sta achter die deur. Wie gaat nou op de gang staan? Je kan toch aan deze kant ook op die deur gaan? Kijk nou hier, aan deze kant klinkt die deur toch precies hetzelfde als aan deze kant. Aan deze kant weet ik nog geen enkel verschil tussen deze kant of dat ik naar buiten ga. Wat is nou het verschil? Je kan toch gewoon hier zo aan deze kant, kan je toch op die deur dan zie je toch wat Henk doet. Natuurlijk, dat zijn van die simpele dingen. Je moet er maar opkomen. Blijf dan binnen en let op hoe het hele teken is. Oké, dan gaan we weer. Opname, dit kost allemaal tijd. Ja, maar het is belangrijk. 3 cd's, cd-rom is erbij. Belangrijk, eind september moet die in de winkel liggen. Cd-rom, dat is voor de computer. Hier, dan gaan we. Ik geef weer een teken. Dus, er wordt geklopt. Meneer de Groot. U weer, meneer de Groot. Er wordt ontzettend op de buitendeur geklopt. En dan komt ome Joop. Dan kom ik. Dan gaan we. Er wordt geklopt. Hij gaat goed. Er wordt ontzettend op de buitendeur geklopt. Ome Joop. Goedemorgen. Wat is een snijbonenmolen? Kom op, laten we dan gaan beginnen. Kom op, dan met die opname, mensen. We zitten al een kwijt niet hoeveel. Iedereen klaar? Nou, de groot bij die deur. De joekeloeren zijn heen, Dulles. Ome Joop in de tekst. Nou, in één keer gaan. Er wordt geklopt. Er wordt enorm op de buitendeur geklopt. Hallo, hallo, allemaal. Daar ben ik weer. Hier is weer ome Joop. Ik kom net van een buffet. Het eten was wat vet. Dus daarom blaas ik af en toe op mijn trompet. Hallo, hallo, allemaal. Daar ben ik weer. Hier is weer ome Joop. Ik kom net van een buffet. Het eten was wat vet. Dus daarom blaas ik af en toe op mijn trompet. Sorry dat ik het vraag. Wat moet je vragen? Hoe komt het eigenlijk dat u zo last hebt van Nou, ik had een koud buffet. Daar heb ik eventjes wat weggezet. Ze hadden kip en saté, ballen gehakt. Het kon gewoon niet op. Er zit nog saus op
mijn jasje, op mijn broek en op mijn jas. Dus kun je nagaan hoe gezellig of het was. Ik neem altijd een aspirintje. Wij nemen altijd een aspirintje voor. Als ik was even normaal. Oh ja, weet je wat ik altijd doe? Ik ga altijd even op de buik leggen. Sloegen bijna uit. Ja, dat kan je wel zeggen, want we hadden reuze pret met 100 man en maar één toilet. Ja, wat een verhaal. Ja, toch? Dat is toch niet normaal? Nee, dacht ik ook. Met 100 man en één toilet, ja. Dat lijkt ons echt gekend. Nee. Dus daarom blaast u af en toe op uw toilet. Ja, dat kan best zijn. Ik moet alweer naar het toilet. Ik hoop dat het niet in bezit, want ik word gek van dat geblaas op mijn trompet. Niemand laat zijn gewind alleen. Zaterdagmorgen is het dicht voor mekaar. Ik heb de spullen niet. Omdat we vorige week geen uitzending hadden. Nee, natuurlijk hadden we vorige week geen uitzending. Om waarom niet de oplossing van vorige week te doen. Natuurlijk hebben we geen oplossing van vorige week. Wat gaan we doen? Iets nieuws natuurlijk. Oh, leuk. Iets heel nieuws. Mensen, er komt iets nieuws. Ja, leuk. Ja, wat is er? Het gaat zo. Wij stellen een vraag. Ja. En als je daar een leuk antwoord op weet, dan e-mail je dat naar Dick voor elkaar. Oh, wat een leuk idee. Voor Niels. Er komt iets heel nieuws. Zelf als vorig jaar, ik op de vragen, dan moet je leuk antwoorden. Kun je opstoppen? Nou, wat is daar nou het nieuwe? Nou, de prijzen zijn nieuw. Oh, we hebben nieuwe prijzen. Oh, we hebben nieuwe prijzen. Mijn moedige rugzak hebben we wel gehad. Hebben we dit gehouden? Dus, weet ik wat erop. Wat hebben we voor prijzen? Daar heb ik iemand voor aangesteld. Dit seizoen. Nieuwe prijzen. Die komt niet. Heb je een beetje een leuke vakantie gehad? Nou, ik heb wel een leuke vakantie gehad, maar ik had een groot probleem. Oh, ja, dat was een beetje naar eigenlijk. Tijdens de vakantie ben ik van mijn creditcard bestolen. Mijn creditcard hebben ze bestolen. Ik heb meteen natuurlijk aangifte gedaan. Ja, nee, ik heb geen... Nee, dat kon niet. Hoezo kon niet? Hij was niet van mij. Maar gelukkig gebeurde het op de laatste dag. Er zat al bijna niks meer. Hij was alleen. Wat zeg je? Hij heeft zijn creditcard. Ja, dat heb ik wel te groot. Ga er niet meer opnieuw beginnen. Je zegt dat hij het niet gehoord heeft. Dat zeg je zo. Als je het niet wil weten, zeg je... Mensen, kom op. Nieuwe opgave. Ik heb een hele leuke opgave deze week. De vraag van deze week. Die komt uit de reclame van de televisie. Van de televisie. En dat is deze. Ben jij zo'n...
ontbijttype. Oh ja! Ja, dat is de, dat was de. Ah ja, dat is de vraag. Ben jij zo'n ontbijttype? Ben jij zo'n ontbijttype? Dat vraag je wel. Ben jij zo'n ontbijttype? Ja, ben jij zo'n ontbijttype? Nou, meestal ben ik al weg dan. Ja, ik ga er nou als je hier een leuk antwoord op weet, dan stuur je dat per e-mail naar dikvoormekaar, apenstaartje, cross.nl. Als je leuk ook de website is ook geheel vernieuwd. Website? www.dikvoormekaar. .nl. Het is een heel vernieuwd, allemaal leuk. Prijzenpakket ook. Een rugzak is met een waardevolle. Hele waardevolle, dik voor elkaar. Oh, de hele vullende rugzak zit vol met waardevolle spullen. Gelimiteerd al. Gelimiteerd op, duurzaam gemaakt allemaal. Dat kan je niet zomaar kopen, zeer kostbaar. Een rugzak vol met dik voor elkaar. Thuis bezorgd door een wagen van geld niet. Nou, ga je naar. Dus het lijkt mij er wordt enorm om de telefoon gehangen in de centrale van de luisteraars. Die vragen of er een karaoke-versie is van die trompetballade van mij. Ja, er wordt enorm over gebeld. Nou, die is er nog niet. Jammer. Nee, maar die komt natuurlijk wel. Maar er is nu al wel een karaoke-versie van mijn binnenkomst. Binnenkomst? Zoals ik al elke week binnenkom. Hoe kom je elke week binnen? Ik kom er elke week op dezelfde manier binnen. Kom elke week kom ik zo binnen. Ja, u komt binnen. Oh, ja! Dat was hem. De karaoke-versie van mijn binnenkomst. Wat is dat nou? Wat kennen ze zelf. Dus je draait dat bandje met die deur. En dan kan je zelf roepen: goedemorgen, mensen. De rest staat op dat bandje. Karaoke. Dus op dat bandje staat alleen maar een deur en die wind. Mag ik het eens proberen? Laat maar nou niet. Zet het in de vlog. Is het nou voor een karaoke? Dat is toch. Goedemorgen mensen. Mag ik nog een keer? Ja, dat duurt al lang. Dan zet ik hem nog een keer op. Hij komt hier weer een keer. Goedemorgen mensen. Zo beneden. De 30 seconden van meneer De Groot. Goedemorgen, mensen. Hallo, Frans. We zijn van de regen in de drum beland, maar we gaan u even de 30 seconden. Ik heb een ingezonden brief gekregen van iemand, een van mijn leden, die al wat op leeftijd is. Opzegging, waarschijnlijk. Iemand die zich schriftelijk afmeldt. Nee hoor, hij is op leeftijd en hij vraagt, wat kan je nou beter hebben als je oud bent? Nou? Parkinson of Alzheimer. Parkinson of Alzheimer? Wat is dat nou weer? Weet u dat, ome Joop? Wat is er, Joop? Wat je beter kan hebben als je oud wordt. Parkinson of Alzheimer. Parkinson of Alzheimer? Alzheimer natuurlijk. Waarom is dat dan? Nou, je kunt beter vergeten je pilsje te betalen als dat je de dom stoot. Zitten weer op. Nog maar 38 geloof ik, dus dat valt wel mee. Even kijken. We zijn de volgende week natuurlijk weer. Vergeet
zeker niet als u mee wilt doen aan de prijs. Wat is ja. De prijs? Ja, dik voor elkaar. Dik voor elkaar. Apenstaartje, cross.nl. Als u een leuk antwoord weet of... Ben jij zo'n ontbijttype? Ja. En de prijzen zijn niet mis. Nee, zijn speciaal, gelimiteerd. Rugzak. Ja, met gelimiteerde, dik voor elkaar artikelen. Zo is het. En vergeet u ook niet een kijkje te nemen op de website www.dikvoormekaar.nl. Nou, dat was het dan. We zien elkaar weer volgende week. Dag, ik, hè?